Van Boksel, Bartow. Op inzet, El Macrini. En geen buitenspel voor Schepers. Schepers, Turk vraagt die bal bij de eerste paal. Schepers maakt de actie. En zoekt dan Turk, vindt hem niet. Bartow, Turk met de kans. En daar is de goal. De goal voor Cambuur. Het is Turk die de Friese na zo'n 10 minuten op 0-1 brengt. Turk kiest positie, dan is er knullig verdedigend werk. En is het Bartow die Turk bereikt met de sliding. En Turk profiteert in optima forma en brengt Cambuur op 0-1. En nu heeft VVV dus twee goals nodig. Het enige positieve voor de Venlonaren is dat ze daar zo'n 80 minuten nog voor hebben. Timi Sela met het paasje. Uchebo. Geen overtreding. Uchebo. En is daar de gelijkmaker. Jawel. Binnen de minuut het doelpunt van Frank Berghuis. En beide ploegen dus op 1-1. Uchebo wint het duel. Speelt nog een man uit. En bedient eigenlijk een beetje onbedoeld Frank Berghuis. En het staat 1-1. Uchebo gevonden door Wildschut. Maguire. Uchebo kiest positie en achterin is het Berghuis. Dat is de tweede. Frank Berghuis uit het niets. Komt VVV op 2-1. Weer is het Berghuis. Een messcherpe voorzet. En Berghuis kopt die bal tegendraads in. Die is op voor de tweede maal geslagen door de aanvallen van VVV. En VVV op 2-1. Melvin de Leeuw. Wout Drosten, Turk, Wildschut er een klein beetje tussen, Bakker, Hezen, goede paas, Turk, voorzet van Schepers, Bartow legt terug, Turk, wat een goede goal, wat een schitterende goal van Turk die het uiteindelijk doet, die schiet die bal spijkerhard in de kruising op aangeven van Bartow, prachtige aanval. Over veel schijven en het staat 2-2. De tweede van Turk. En met dit resultaat zou Cambuur zich plaatsen voor de volgende ronde van de Jupiler Playoffs. VVV drukt Cambuur naar achter. Maar levert het ook een kans op. En Wolf voor. Holla, die heeft een aardige pegel. Wat heet? Danny Holla maakt er 3-2 van. En wordt het dan toch eindgoed al goed voor VVV. Holla van de meter of 20. Waar Bizot voor moet passen. Dinworp richting de Vries. De Vries verlengt. Bartow. Voorzet van Bartow. De Vries komt er niet aan, maar daar is de goal. De goal is er van de man met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden maakt er 3-3 van. Koud in het veld. Het is de eerste bal die hij aanraakt. En het is de goal voor Cambuur. In de 86e minuut, El Macrini noodgedwongen naar de kant met een blessure. Van der Heijden wordt gebracht en die schiet de 3-3 binnen. Na een prima actie van Martijn Bartow. Dit is toch een onvoorstelbare wedstrijd. Bartow zet door, legt die bal terug. De Vries kan er net niet bij, maar wel Marco van der Heijden. En 3-3 de stand. En nu is VVV weer gedegradeerd. Balbezit Cambuur, Martijn Bartow. 3 assists van hem. Emenike richting Uchebo. In de lucht geklopt door Van Boksel. De voorzet alsnog. Uchebo! 4-3! VVV is door! 2 minuten gespeeld in de extra tijd. En Uchebo, de Nigeriaan, maakt er 4-3 van. Ja, dit is een absolute thriller hier vandaag in de Koel. De spelers van Cambuur liggen geslagen op de grasmat. VVV maakt er 4-3 van. Ja, en dit mag toch niet meer misgaan. Maar ja, dat hebben we al een aantal keren gedacht in deze krankzinnige wedstrijd. Uchebo maakt er 4-3 van. En VVV alsnog door. 0-0 in Leeuwarden. 7 goals hier vandaag in Venlo. En de bevrijding is daar. Hij doet het. Uchebo is de naam in de extra tijd. Zorgt hij ervoor dat VVV doorgaat naar de volgende ronde van de Jupiler League Playoffs ten koste van Cambuur.